hou van jou. Dank u. Alleen van jou. Ik kan niet leven in een wereld zonder jou. Waar ik ook ben. Ga maar een keer. Hallo. Oh, hallo. Wie ben jij? Ik ben Noni Mergiers. Dit was echt wel een hele mooie auditie. Het is niet omdat we niet gedraaid hebben dat we er zeker niet van genoten hebben. Jij kan ook heel mooi zingen. Zing jij toevallig in een koor of zo? Oei. Oh. 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 Nee, dat moet ik niet doen. O, jeetje. Oei. Oh, nee. Nee. Mijn oma is ook zo, dus ik ben het helemaal gewend. Ja, ik vind het dus wel intimiderend, maar goed, dat zal wel aan mij liggen. Mogen wij zeggen tegen jou waarom dat wij ja, niet gedraaid hebben? Ja, mag het zeggen. Zeg het wij is... hebben echt al veel kinderstemmetjes bij ons. Ja. En dat is echt de enige reden dat wij niet hebben gedraaid. Ja. En de volgende sorry, keer mevrouw. Beter. Oh. Het is echt veel moeilijker dan het lijkt om hier te zitten. Is het waar? Maar ik echt wil daar wel gaan zitten. Ja. Van mij mag voor mij zijn we weer op een keer komen zitten. En dan gaan we even... Noni, stel jij ons even voor aan jouw oma of, ja. Moeder, of Nona? Of... Is dit uw oma? Omi. Dat is zeker mijn omi. Omi. Ja, ik zei de omi tegen. Het is natuurlijk frustrerend, denk ik, om te horen van... Ja, ik heb al schattige stemmetjes in mijn team. Dat wil dus echt niet zeggen dat je het niet goed gedaan hebt. Je hebt... prachtig gezongen. Het is gewoon een hele moeilijke opdracht voor ons en we moeten streng zijn. Geloof je dat als we dat zeggen? Jazeker. Ben je trots op jezelf? Ja, wel, dat wel. Dan is het goed, want je hebt het fantastisch gedaan en je ziet er ook prachtig uit. Dankjewel, Noni. Mevrouw, u heeft een hele knappe kleindochter. Ja, ik weet het. Ja. En nu dat ik hier zit, moet ik wel zeggen, ik voel me hier goed en ik zou gedraaid hebben. Ik zou Noni, gedraaid laat hebben, ja. Dan drinken wij de aperitief wel op.